Hey, dag iedereen. Vandaag gaan we even kijken naar Safari. Ik ga er een paar dingen losse folders over vertellen en ik ga een paar surftips vertellen die ik vaak gebruik. Ik moet zeggen, ik ben ook geen grote expert in het surfen, dus ik ga het bij vrij basic tips houden. Dus om te beginnen, hoe open ik Safari? Dat is bij mij een commando command S. En als je jouw toetsenbordcommandos hebt aanstaan dan is dat de standaardtoets die Apple voor jou heeft toegekend. Dus ik ga het even doen. Safari. Startpagina. Privémodus. Venster. Knoppenbalk. Je hoort dat ik altijd begin met een privévenster. Ik vind dat wel prettig. En ik ga het even laten zien waar dat je dat kan aanzetten. Dus ik ga naar de instellingen van Safari. Dat doe ik met command-komma. Voorkeuren. Algemeen. Venster. HTTP, ShownStreet, ShownStreet, Google.be, Street. Inhoud geselecteerd. Ja, dat is mijn homepagina. Dus als ik wil googlen, dan open ik een homepagina met Command Shift H. Gaan even terug. Homepage. Lege pagina. Opennieuw, open, opennieuw, tabladen, Startpagina. Open Opennieuw, vensters, een nieuw privévenster. Open Safari met. Knoppenbalk. Gaan toch nog eens kijken waar we zitten hier in die knoppenbalk? In, knoppenbalk. Tien onderdelen algemeen. Het zit bij Algemeen, oké. Okay, dus ik stop de interactie. Onvoldoende knoppenbalk. Open Safari met. Een nieuw privévenster. Een safari met. Ja, een nieuw privévenster. Dus dat kan je inschakelen en dan gaat hij standaard als privémodus surfen. Het voordeel daarvan is dat hij jouw geschiedenis niet bijhoudt en gaat ook niet jouw ingevulde wachtwoorden onthouden en zo van die dingen. Dat kan vervelend zijn, maar. Als ik dingen op het internet ga bezoeken en ik weet toch van ik ga hier nooit meer verder op deze website ooit nog gebruik maken, ja, dan heb ik dat ook allemaal niet nodig dat hij dat allemaal gaat bewaren en cookies van maken en zo van die dingen. Open nieuwe vensters met. Startpagina. Open nieuwe vensters met. Ja, startpagina. Dat vind ik wel prettig. Ik ga het straks even laten zien wat je er allemaal in kan doen. Open nieuwe tabbladen met. Lege pagina. Open nieuwe tabbladen met. Een lege pagina, dat werkt voor mij het snelste. Dan krijg je ook geen voice over die dingen, begint te vertellen als je een nieuwe pagina laat en zo van 70%, 80%. Nee, lege pagina, dat is onmiddellijk en zonder storen. Homepage. HTTP. Http.google.bi.google.google.shoone.shoone. Inhoud geselecteerd. Ja, mijn homepagina, dat is Google. En de reden daarvoor is dat ik eigenlijk in mijn standaard zoekveld niet met Google zoek. Als ik echt geen goede resultaten kan vinden met DuckDuckGo, ja, dan ga ik wel eens zoeken op Google. En natuurlijk is Google ook wel een beetje daar, omdat ik dan gemakkelijk naar mijn Gmail of mijn YouTube-account kan gaan. Dus dat is een beetje mijn portaalsite en dan, ja, daarom staat hij op Google. Stel in op huidige pagina homepage. Hier kan je erop klikken, dus als je ergens naartoe surft en dan klik je hier van dit is mijn nieuwe homepage, dan hoef je de link niet te kopiëren en plakken. Verwijder onderdelen uit geschiedenis. Na één maand, verwijder onderdelen uit geschiedenis. Ja, ik heb het op één maand staan. Ja, soms dan wil je misschien nog wel eens teruggaan in je geschiedenis. Maar. meestal is dat eigenlijk niet meer dan een dag of twee. Maar vermits ik altijd in privémodus surf, is dat sowieso een beetje irrelevant. Locatie gedownloade bestanden. Download: Locatie gedownloade bestanden. Dus Best onderdelen in downloadlijst. Na één dag. Dus onderdelen in downloadlijst. Ja, die downloadlijst die zou je nog langer kunnen bewaren, maar eigenlijk ga ik altijd naar mijn downloadfolder, dus ik gebruik die downloadlijst niet. Ik moet wel zeggen, de sneltoets voor je downloadlijst in Safari, dat is option command L. En dat is eigenlijk dezelfde shortcut om naar je downloadmap te gaan. Dus als je in je Finder zit en je doet option command L, dan kom je ook in je downloadmap. Dus dat is één shortcut die je moet onthouden en dat brengt jou altijd bij het downloaden. kruisvak op veilige bestanden na downloaden ingeschakeld. Oké, okay, veilige bestanden, dat mag. Dat zijn JPEG's en zo. Veilige bestanden zijn films, afbeeldingen, geluidsbestanden, PDF en tekstdocumenten en archiefbestanden. Oké. Okay. Help. Ik kan eens dus even terug naar de knoppenbalk? Dat doe ik in één keer met function voiceover pijltje naar links. Knoppenbalk. Daar interact ik mee. Pijltje beneden, pijltje rechts. En. Knoppenbalk. 10. onderdelen, algemeen. Daar gaan we nog eens door. Tablaten. Ja. Formulieren. Ik ga niet eigenlijk alle instellingen van Safari overlopen, maar er was nog eentje die ik wou laten zien. Wachtwoorden. Zoeken. Zoeken. Ja, dat was eigenlijk hetgeen wat ik nog even wou laten zien. Dus daar klik ik op. Zoeken geselecteerd. Stop de interactie. Onvoldoende knoppenbalk. Zoekmachine. Tak. Zoekmachine. Ja, hier kan je jouw zoekmachine aanpassen. En de zoekmachine, dat is de machine die je gebruikt als je zoekt in de adresbalk. En naar de adresbalk ga je naartoe met command L. En dat is eigenlijk de manier waarop ik altijd zoek. Dus ik ga bijna nooit naar Google. Ik zoek gewoon vanuit de adresbalk. Ik zal dat straks even laten zien. DuckDuckGo die werkt prima. Ik moet zeggen, die gebruikt ook de resultaten van Google voor een heel stuk. Dus ja. Ik kan daar eigenlijk prima mee surfen. DuckDuckGo die werkt eigenlijk vooral rond je privacy. Ik ga het hier even sluiten met command 2. Sluit slim zoekveld in een privévenster. Zoek of typen website naam heeft alternatieve onderdelen. Startpagina. Ik ga nu eens eerst even hier voorbij en ik ga eens laten zien wat de startpagina allemaal van leuke categorieën heeft. Hè. Onvoldoende tabbladbalk, één tabblad, onvoldoende knoppenbalk. Ik ga daar voorbij. Verticaal splitter. Die splitter, ik weet eigenlijk niet goed wat die hier staat te doen, maar goed. Strook met uitleg over privémodus. Ja, die staat hier ook een beetje in de weg. Hè? Waarom dan je dat nu altijd maar weer opnieuw moet horen? Ja, ik ga het even laten horen voor jullie. Ik ga ermee in de En Ja, yeah. strook met uitleg over privémodus. Safari verbergt de browsergeschiedenis voor alle tabbladen in dit venster. Als je dit venster sluit, worden de bezochte pagina's, de zoekgeschiedenis en de automatisch ingevulde gegevens niet bewaard. En dus ook al jouw cookies, die worden niet bewaard. Sluit. Sluit. We gaan daar voorbij. Verticaal splitter. En nogmaals een splitter. Verzameling. En nu kom je in de verzamelingen. Ik ga ermee interacteren. En verzameling, favorieten. Eerst krijg je jouw favorieten. Dus websites die je opslaat als jouw favorieten, die komen in dit lijstje. Veel bezocht. Veel bezocht, dat gaat bij mij niet echt zo relevant zijn, omdat ik natuurlijk altijd in privémodus surf. Gedeeld met jou. Gedeeld met mij, dat is interessant, dat zijn alle linkjes die andere mensen naar mij gestuurd hebben. Die komen hier in één lijstje. Ik ga er eens naar kijken, dus ik interact hiermee. En, gedeeld met jou. En. Ik baseer de spraak eventjes met controle. Dat is een linkje naar een tweedehands auto en die is met mij gedeeld. En als ik die dus snel wil terugvinden, ja, dan staat die hier in dit lijstje. Dat is wel prettig. Ik ga even stoppen met gedeeld met jou. Onvoldoende gedeeld met jou. Ik ga nog eens laten horen wat er nog allemaal is. Leeslijst. Leeslijst, dat is eigenlijk vooral handig voor als je offline dingen wilt gaan lezen of later lezen. Dan kun je die opslaan in je leeslijst. Volgens mij download die dan de inhoud. En dan kan je hier die webpagina's terug bezoeken. Aan je cloud uploaden. Dat komt volgens mij als je op je iPhone tabbladen hebt openstaan, dan kan je die hier vinden. Ik ga eens kijken. En, iCloud tabbladen. En, voor gewoon Google-zoeken. Google-zoeken, die staat open. Voeg Google-zoeken. En dat is de enige. Dat kan wel handig zijn als je snel van webpagina van je iPhone naar je Mac wil gaan. Dan kan je die hier ook makkelijk vinden. Onvoldoende iCloud En dat was de laatste, maar op zich zijn het wel interessante lijstjes. Goed, wat ga ik nu doen? Ik ga eens een website bezoeken. Ik gebruik niet zoveel favorieten en zo. Ik zoek meestal naar de website die ik wil bezoeken en naar de zoekbalk. Dat is Command L op locatie. En ik ga naar Kimbles. K W B O S. https 89% geladen. En omdat ik de website natuurlijk al vrij goed ken, weet ik dat mijn interesse ligt in een lijst. Van meer dan 100 items. En om naar de volgende lijst te springen, gebruik ik x. En het is een keer of 3, 4, denk ik. Lijst 2 onderdelen, lijst 7 onderdelen, lijst 16 onderdelen, lijst meer dan 100 onderdelen. Ja, en eens ik hier ben, ga ik per link. Zo zie je maar hoe te voorkomen dat je ogen slechter worden. Link. Ja. Dus hier heb je een lijst van alle nieuwsartikelen. En dat is eigenlijk hetgeen dat mij interesseert. Normaal gezien, als je zo'n artikel wil lezen, dan klik je erop en dan ga je terug naar de vorige pagina en zo. Maar ik doe dat een klein beetje anders. Ik open de link die mij interesseert in een nieuw tabblad. En dat doe ik met Command Enter. Dus ik heb deze link bijvoorbeeld, vind ik interessant. Doe ik Command Enter. Link webmateriaal. Zo zie je maar hoe te voorkomen dat je ogen slechter worden. 90%, 90 geladen. En op die manier blijf ik toch in het lijstje waar ik zat. Dus stel ik wil dit artikel lezen, dan spring ik een paar keer per kop. Medisch link. Zo zie je maar hoe te voorkomen dat je ogen slechter worden. Ja, en dan kun je hier lezen. Ontscherp zien of last hebben van pijnlijke, branderige, gevoelige of rode ogen? En als ik dan helemaal klaar ben met dit artikel, dan sluit ik dit tabblad met command W. Sluit tabblad. Zo zie je maar hoe te voorkomen dat je ogen slechter worden. Link. Lijst meer dan 100 onderdelen. En ik zit nog altijd op hetzelfde punt in mijn lijst en dan ga ik verder met de volgende link. Ook je Ogen kunnen verbranden door de zon. Link. Zo, dus op die manier met die tabbladen te werken vind ik het wel redelijk prettig. Je hebt nog andere opties natuurlijk, bijvoorbeeld Command Shift Enter. Link geopend in nieuw tabblad. Dus Command Enter die opent de link in het nieuwe tabblad en je gaat er onmiddellijk naartoe. En met Command Shift Enter opent die ook een nieuw tabblad met die link, maar je kan gewoon rustig blijven verder werken in deze webpagina. En dat vind ik dan bijvoorbeeld wel prettig op websites zoals bijvoorbeeld tweakers of zo. Omdat je dan in een tabel zit bijvoorbeeld en ik doe niet graag altijd maar terug en dan ben je weer die tabel kwijt en dan moet je weer aan je rotor draaien. Dus ik doe meestal de artikels die mij interesseren, die open ik in nieuwe tabbladen en dan ga ik door mijn tabbladen. Dus oké, okay, we hebben nu een nieuw tabblad geopend. Hoe ga je nu het snelste naar dat nieuwe tabblad? Je kan er één voor één doorgaan, een beetje zoals Command Tab tussen jouw apps doet. Kan je Control Tab doen? Dus ik ga eens Control Tab doen. Ook okay, je ogen kunnen verbranden door de zon. Ja, dus dan gaat hij één voor één door de tabbladen. Ik ga het nog eens doen. Ook okay, je ogen kunnen verbranden door de zon. Link, list, meer dan 100 onderdelen. Ja, nu is het een beetje verwarrend natuurlijk. Maar oké, okay, we zitten nu terug op de pagina van Kimballs. Hoe kan je nog per tabblad springen als je echt weet welk tabblad dat je wil hebben? kan je gewoon naar het correcte tabblad gaan door command 1 of command 2 of command 3. Dus als ik nu op command 2 druk, okay, ogen kunnen verbranden door de zon. dan zit ik nu in het tweede tabblad. Dus dat is wel vrij praktisch op die manier. Stel, ik wil die privémodus nu eventjes niet. Ik weet niet waarom, soms dan wil ik dat. En dan doe ik command en dat opent gewoon een normaal venster. Tabblad startpagina. En nu zegt hij: Geen privémodus. Het handige is ook dat je op deze manier kan je ook vrij gemakkelijk van venster kiezen. Dus als je jouw vensterkiezer opent. Vensterkiezermenu vier onderdelen. Dan ga ik eens kijken: https://www.kimbos.be. Privémodus: vorige. Dat is mijn privémodus. Naamloos. Startpagina: huidige. Startpagina: oké. Okay. Systeemdialoogvenster venster sensor nieuw. Ja, en een systeemdialoogvenster. Die komt ook altijd bij jouw vensterkiezer. Dus oké, ik ga je even sluiten met escape. Startpagina. En ik ga nog eens een andere website laten zien, bijvoorbeeld mijn Twitter. Dus dat doe ik. Ik doe command L. Op locatie. Dan typ ik TWTR.com. Webmateriaal 90%. En vermits dat dit geen privévenster is, heeft hij mij automatisch ingelogd. Ik vind dat een beetje vervelend, want die Twitter, dan krijg je elke keer weer een e-mail van een nieuw apparaat heeft ingelogd op je account enzovoort. Dus die privémodus heeft ook wel een beetje nadelen. Ik ken Twitter vrij goed, dus ik ga jullie even laten zien hoe ik op Twitter navigeer. Ik ga even per kop. Twee onderdelen. To view keyboard shortcuts, press question mark. View keyboard shortcuts. Link. Twitter. Link. Home. En als ik de home hoor, dan ga ik er even voorbij. Top tweets on. En dat is de optie die ik niet graag heb. Dus ik klik daarop. En nu komen mijn tweets in chronologische volgorde. En dat vind ik wel het prettigste. Want ja, anders dan krijg je een soort van filterbubbel, zal ik maar zeggen. Hè. En daar ben ik tegen. Het duurt altijd wel even. En ik vind het ook vervelend dat Twitter mijn instelling niet onthoudt. Dus daar kunnen ze nog wel eens werk van maken. You're as they ja, eindelijk. Ik ga een heel stukje uit deze podcast moeten wegknippen. Maar goed, ik ga even naar mijn rotar terugdraaien. Formulierregelaar, webspets, oriëntatiepunt, artikelen. Artikelen. En dan hoef ik enkel pijltje naar beneden. De Verge verified account at verge 55 minutes ago could a Witcher Style Multiverse really exist? Nog eens eentje. Promoted Muelsoft verified account at Musoft see the top set. Promotie. 925mac.com verified account. Oké, okay, nog eens. Ik ga eens even op zoek naar eentje dat in het Nederlands is. Ja. Soms dan doet hij het goed, maar soms doet hij het ook niet goed. Dus je hoort nu leest hij het voor in het Engels. Als dat gebeurt en de tweet interesseert jou toch wel, dan kan je met pijltje naar rechts erdoor gaan. Vrtnws VRTNV. 4 Hours Ago. Link. More. Progressieve kandidaat op kop na tweede ronde presidentsverkiezingen in Chili. Ja, en nu heeft hij het wel voorgelezen in het Nederlands. Dus als je dat tegenkomt, ja, dan moet je toch nog een aantal keer manueel doorlopen. Maar ik moet zeggen, met de nieuwste versies van Monterey doet hij het steeds beter en beter. Dus ik vind het echt wel prettig om Twitter op mijn Mac te lezen ten opzichte van mijn iPhone. Want ja, daar is het altijd fout. Maar goed, oké, okay, als ik klaar ben met Twitter, ik kan dit gewoon sluiten met Command W. Sluit venster. https privémodus, venster Ook je ogen kunnen verbranden door de zon. Link. En we zitten automatisch terug in mijn vorige venster in privémodus. Ik weet dat er ook allemaal nieuwe functies zijn van tabbladen groeperen en zo en groepjes maken en favorieten en zo. Maar daar hou ik mij eigenlijk niet zoveel mee bezig. Ik ben niet zo een gestructureerd persoon. Ik kan nu eens even naar de menubalk. Voice over M. Menubalk. Apple. Safari. Archief. Wijzig. Archief. Ga ik naar beneden. Archief. Nieuw vensterkemaand. En. Nieuw privé -venster command shift. En. Nieuw command. T. Ja, die was ik nog vergeten. Comment T. Die gebruik ik ook heel vaak. Nieuwe lege tabgroep kemaand control n. Ja, dit dat gebruik ik dus bijna nooit. Open bestand drie punten kemaand o. Open locatie drie punten kemaand l. Die gebruik ik heel vaak. Sluit venster kemaand w. Ja. Sluit alle vensters kemaand op je w. Kan nu eens naar het volgende wijzig. Weergave. Vind je? toon je altijd een schermvullende weergave. Ja, die laat ik maar aanstaan. Pas knoppenbalk aan. 3. Toon favorietenbalk command shift. B. Toon statusbalk command schuine streep. Ik heb allemaal die balkjes eigenlijk uitgezet. Toon navigatie kolom command shift. L. Ik vind dat allemaal niet zo handig, want je moet dan weer allemaal meer en meer er voorbij gaan navigeren. Toon bladwijzer kolom. command control 1. Toon, Toon bladwijzer kolom. command control 1. Ja, die heb ik allemaal niet nodig. Toon leeslijst kolom. command control 2. Toon reader command shift. R. Ah, die was ik nog vergeten te vertellen. Die gebruik ik ook heel vaak. Dus als je op een webpagina komt, Command Shift R. En dan heb je een heel stukje minder links en reclame en weet ik wat nog allemaal. Toon tablaadoverzicht, Command Shift Schuine streep naar links. Ja. Toon download, Command Optie. L. Stop, Command Punt. Laat pagina opnieuw, Command R. Command R, die gebruik ik ook wel eens. Laat opnieuw zonder materiaal brengen. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld een adblocker of een poppenblokker of een cookieblokker of zo gebruikt. Dan zou je dit kunnen gebruiken. Geschiedenis. Oké, okay, ga eens kijken in geschiedenis. Toon volledige geschiedenis. Command. Y. Die gebruik ik niet zoveel. Vorige command shift. V. Als je soms niet weet welke sneltoets dat een functie is, dan kan je altijd gaan zoeken hier in die menubalkjes. En zo kan je de sneltoetsen leren. Hè? Dus bij mij is dat command-shift-v, omdat ik het zo heb aangepast. Volgende. Command-vierkant-haakje-sluiten. Volgende gebruik ik nog niet zo vaak. Homepage. Command-shift-h. Ja, die is interessant. Terug naar zoekresultaten met snel bij command-optie-s. Onlangs gesloten. Dit kan ook handig zijn als je recent iets gesloten hebt en denkt, oh nee, dat had ik niet mogen doen. Dan ga je pijltje naar rechts. Onlangs gesloten. home schuine -streep -twitter. Ja, dus mijn Twitter die staat hier natuurlijk omdat ik die onlangs heb gesloten. Maar als je in een privévenster surft, ja, dan gaan die onlangs gesloten dingen hier niet tussen staan. Ik ga eens kijken. Zie, dus mijn tabblad van Kim Bols daarnet, dat staat hier niet tussen. Ik ga even terug met pijltje naar links. Geschiedenis: onlangs gesloten. Open laatst gesloten venster opnieuw, de shift. T kan ook interessant zijn. Open alle vensters van de laatste sessie opnieuw. En dit ook. Little Street Shun Twitter. https slash, slash, Ik hoop dat ik nu toch wel de meeste dingen verteld heb die ik wou zeggen. Ik was er natuurlijk weer een paar dingen vergeten, maar gelukkig ben ik nog even snel in die minuutjes gaan kijken. Dus ik denk dat ik het hierbij kan houden. Ik ga het een korte aflevering maken. Ik weet over Safari kan je waarschijnlijk nog heel veel meer dingen vertellen. Maar ik ben ook geen echte groot gebruiker van Safari. Dus ik beperk mij toch maar een beetje bij het huis-, tuin- en keukengebruik. Ik wil iedereen nog prettige feestdagen toewensen. Bedankt voor het luisteren naar mijn afleveringen dit jaar. En tot de volgende keer maar weer. Dag.